leuk als jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en het is zo lekker weer. Het is echt genieten. Maar het is vandaag maandag, dus weer een nieuwe weekvlog uiteraard. Ik loop buiten onderweg naar de metro. Ik ga even naar de stad met Ash. Ik heb een jurkje aan en mijn guesttas. Helemaal leuk. Maar we gaan even richting de stad. Oei, mijn haar is echt heel erg groot met de zon. 1, 2. Hoeplakee. Op naar de winkel om boodschapjes te halen. En ik ben heerlijk thuis. En ik ga lekker in de tuin zitten. Want why not? Het is heerlijk weer. Ik heb lekker Anna'sje erbij. Laptopje erbij. Lekker met Dunkin' Donuts koffiebeker. Zo'n weggooi ding hoor. Gevuld met water. En limoenschijfjes. Gewoon lekker chillen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag en ik ben weer helemaal ready en aangekleed en wel. Ik heb lekker gedoucht vanmorgen, ben vroeg opgegaan. Ik heb lekker video's geëdit en geüpload. Helemaal top. Het is nu dinsdag en vandaag staat er iets leuks op de planning. Wij gaan vandaag namelijk vanmiddag naar een huis kijken. Het is niet zozeer zeker dat we gaan verhuizen, maar even kort samengevat. De tante van mijn opa, haar man is... afgelopen jaar overleden aan corona. En het huis is te groot voor haar om in voor haar alleen te wonen. Dus het staat te koop. Het is een super groot huis in Zeeland. Het heeft een lap grond waar je u tegen zegt. En als mijn ouders iets willen vanaf dat ze samen zijn, is het op een soort van achtig boerderijtje wonen. In de polder, lekker een beetje afgelegen. En dat huis is dus afgelegen in de polder. We gaan er dus vandaag kijken. Ik heb een afspraak gemaakt met de makelaar. En ja, we gaan dus zien hoe het huis is. Er schijnt nog wel van alles aan gedaan moeten worden. Dus voor ons is het nu heel erg een twijfelgeval van wat moet er gebeuren. En hoe hoog gaan die kosten oplopen. Want je zit niet te wachten op als je een huis koopt die al best wel prijzig is. Dat je dan ook nog van alles moet doen. Dat is logisch als je gaat verhuizen. Maar zoals we het te horen hebben gekregen, moet er waarschijnlijk een nieuw dak op. Ja, dat doe je niet eventjes. Dus kijken vandaag hoe het huis is. En daarna dan beslissen we verder. Maar er is een best wel grote kans dat we het niet doen. Maar voor hetzelfde geld staan we daar straks en denken we, oh mijn god, yes, het is echt top. Dit is wat we willen. We doen het. Dan zitten we waarschijnlijk eind dit jaar in een huis in Zeeland. Heel gek. Maar goed, ik zou het heel tof vinden. Want ik ben voor het laatst verhuisd toen ik 5 was. Nou, ik herinner me daar echt geen moer meer van. Dus... ja, ik heb er heel veel zin in om überhaupt lekker te gaan kijken daar. Ik vind het heel erg tof. Het is overigens weer heerlijk weer. Het is nu al 21 graden. Het is 9:30. Dat is echt niet normaal. Maar ik ben inmiddels aangekleed. Ik had vanmorgen een jurkje aan. Toen dacht ik, nee, toch maar liever even niet. Dus ik heb dit aan. Ik heb hier de spiegel even gezet voor het betere licht. Ik heb een body aan met een halve schouder. Uiteraard een rode BH. Is misschien niet heel sexy, maar hey, maakt het uit. En ik heb een halve broek aan met allemaal steentjes en gaatjes erin. Gewoon lekker. En ik doe zo meteen uiteraard mijn witte Adidas aan. Die lopen gewoon het lekkerst. Maar ik ga even naar beneden, want ik heb nog niks gegeten. Het is, wat ik al zei, het is 9:30. Ja, 9:30. Dus ik ga even wat eten, want dat heb ik het enige ook nog niet gedaan. Voor de rest heb ik alles gedaan, maar dat moet nog gebeuren. Wel, zijn de Stijn Koplikken voor iets? Dat is een dorpje. Ja, die komen bij de kerk, toch? Die ja. Trouwens opnieuw gebouwd is. Want door zijn hele kerk. Ja, nieuwe kerk. Ja. Die hebben ze oma. Daar is die dinges geweest. Die hebben we gelopen helemaal daar naartoe. Ja. Ja. Ik geloof van oma. Deel van mijn oude kerk hebben ze een bijhuisje gebouwd. Ja. Ik heb nogmaals, ik heb zitten lezen.
Hier hebben we gelopen toen, maar dat is op het graafplaats hier. Ja, verderop hebben we ook een graafplaats. Op het licht, eigenlijk. Vierberg, ja. Het was een graafplaats, hier liggen ja. Opbegaven. Oma moeder, en oma Han en oma Leendert. En opa en oma van pa van opa. Ja, ik zeg tegen Tries, ik zeg, wat er staat oorlogsgraaf. Ja. Is het daar liggen? Staan er ook, ja, staan er ook. Wat zei dat zegt? Ja, je kan er niet meer in. Ja, ik kan wel. Hek is open. Dit was over Maartens huisje, het eerste. Ja. Nou, hier, dit is het huis. Oh, mijn god. Ja, hier is het. Dit ben ik net de laatste keer. Die kan jij door een stukje draaien. Kan je hier precies even draaien? Ja, hoor. Spannend. Even kijken waar ik mag draaien. Hier is helemaal stoppen. Hier valt op. Hier valt op draaien. Ja, maar dat is Tilly's huis. Dat was Tilly's huis. Nee, nog een stukje verder. Daar ja, daar zo, of achterin. Achteraan daar. Dat witte daar. Ja. Met dat bruine dak, nummer 71 of 70 of zo. Ja. In deze schuur waar we vroeger als kind zijn, hier waren die stierenpa. Ja, al die stieren stonden. Al die stieren stonden hier. Maar dit is toch vet leuk. Ja, dit is het huis hier binnen. Met een hoop huisrot, houtrot. Wat is dit? Hier stond de auto van Han en de tractor stond hier. Oh. En hierboven heb je een zolder. Hierboven. Wow. Heb je een zolder. Nou, wat kost. Dit is lachen, hé. Oh, kijk. Ja. Ja, dat is wel groot hoor. Die zijn wel echt groot hoor. Oh mijn god. Hier die tuintje. Hier zit een waterput hier. Ja. Er zit een waterput onder. Kijk. Die hebben ze nou dichtgegooid. Oh, wauw. En dat is gewoon de koeienstal. Kijk dit hè jongens. Hè? Dit is de koeienstal dit. Ja. Ja, jij weet hier de weg, dus dat is makkelijk. Oma Hannes heeft nu altijd bezig geweest. Jezus, wat is dit groot, hé. Kijk, dit is je werkplaats van je moeder. Oh, God, alle Jezus. Ja, dat ken je dan boven ook, hè. Boven heb je ook nog, hè. Wat groot. Ja. Zo dan. Boven ook nog, hè. Wauw. Ja, dit was mijn speelterrein. Hier stonden de koeien. Oh. Er stonden allemaal de muur die koeien. Zo, hé. Er zat een in. Dan liep het eruit hier. Het lag hier een hele berg. Ja. Dat was een hele mest. Wauw. Ik zie allemaal even in die mest. Trouwens, je mag hier bellen voor je kapje af, hè, schat? Je mag hier een bellen voor af, je loopt buiten. Ja, dat is waar. Oh. Maar hier, als je een pitbull staan hier zo. Kijk naar die plantjes dan. Ja, als je dat valt. Mooi man. Mijn pa en ma zijn nu binnen en wij mogen per twee naar binnen. Dus. Jezus. Wauw. Nee, eerlijk is eerlijk. Ik zie het. Oeh, die trap is inderdaad heel erg stijl. Jeetje mina. Oeh, die is heel eng. Creepy. Boven? Ik ben boven. Zo, maar die is echt doodeng. Hè? Die is echt heel eng. Nee, die liep er gewoon zo op, joh. Ja, je moet het echt niet meer dicht. Nee, ik zit geen om. Oeh. Ja, dat trap je zien. Kijk even volgens mij. Lekker. Goed, ik ben weer thuis. En lang verhaal kort. We blijven hier.
Het huis zag er echt absurd leuk uit. De plek was ook gewoon heel erg mooi en rustgevend. En je hoorde er echt niks vergeleken met wat je hier hoort. Maar er moest te veel aan het huis gebeuren. Waarschijnlijk toch een nieuw dak. Je kon echt vanaf de zolder, zeg maar, kon je door het dak heen kijken. Er kwam licht doorheen, dus dat was geen goed plan. Dus dat is zonde. Dus nou ja, lang verhaal kort. We gaan er niet wonen. We blijven hier. Alleen nu gaan hier de hele mikmak beginnen. Want we willen, in plaats van dat we dan geld steken in het huis dat we eventueel zouden kopen, gaan we dit huis geld steken. Zo komt er een nieuwe vloer beneden in de woonkamer. Dakkapel op zolder. Airco. De tuin gaan we aanpakken. Vader noemde nog een paar dingen. En ik zat er zelf aan te denken om de tussenwand van de keuken en de berging eruit te slopen en één grote woonkamer te creëren. Maar goed, dat kan gedaan worden tegelijkertijd met de plafuizen die eruit moeten. De vloer dus beneden. Maar we zijn dus weer thuis. Het was een lekker tripje. Dus Zeeland en weer terug. Duurt dat eventjes voordat je daar bent. Maar het was wel leuk. Het is 5 uur. Ik heb net al avond gegeten. Ik heb onderweg even broodjes gehaald. We hadden allemaal echt honger. En ze hebben even broodjes gehaald om te drinken en zo. Allemaal lekker. Maar ik ga denk ik even de aflevering van Lisa kijken. Want ja, dat wil ik eigenlijk nog graag wel even doen. Dus dat ga ik nu doen. Goedemorgen. Jongens, het is vroeg 6:15. Ik moest vanmorgen echt even wennen om nu zo op te gaan. Ik ben nu 3 dagen thuis geweest. Waarvan natuurlijk anderhalve dag ook ziek gemeld. Dus het was even wennen. Maar goed, we zijn er weer. Ik ben aangekleed en wel. Ik heb een lichtblauwe broek aan. Mijn witte Nike's, want die zitten gewoon het lekkers met het weer ook. En een grijs shirtje met zo'n mouwtje. Leuk mouwtje. Meer niet. Ik ben helemaal klaar. Make-up zit erop. Ik heb mijn haar gedaan. Verder niks bijzonders. Ik ga nog even een video van Claire kijken. En dan ga ik naar het werk. Papa brengt me vandaag. Die moet werken. Die moet ook die kant op. Dus dat is handig. En voor de rest niks. Goedemorgen. Ik doe een beetje zachtjes. Mijn moeder slaapt nog. Denk ik. Maar het is vandaag donderdag. Ik ben aangekleed en wakker inmiddels. Het is net 6 uur geweest. Ik heb een zwarte broek aan, een soort leggingstofje en crop top. Want ik heb toch mijn huisje erover aan, dus je ziet het niet. Dus dat is lekker een beetje luchtig. Ik heb een kopje koffie gezet. En ik heb mijn eigen koffiezetapparaat. Mijn opa en oma gebruikte deze niet meer. Dus ik heb mijn eigen pot koffie zetten, heerlijk. Ik heb hem alleen nog niet gebruikt. Want ik ga morgen even kijken over hoe die werkt en er aansluiten en zo. Maar helemaal blij. Ik heb net mijn haar gefund. Ik denk dat het zit er wat leuker en voller. Dus het ziet er leuk uit dan dat ik het gewoon kan. Ik ga mijn Nike's er meteen aan doen. Die staan daar achter het bed. En die ga ik nog even lekker twee kijken. Want ik ben eigenlijk ook helemaal klaar. Ik ben eigenlijk iets te vroeg wakker geworden. Ik ben 1/2 uur voor mijn wekker opgestaan. Toch is dat wel lekker als ik dat nu zo bekijk. Van oh, dan kan ik nu gewoon nog lekker even zitten. En mijn ding doen. Goedemorgen, de volgende dag. En ik ben inmiddels wakker en aangekleed. Ik moet alleen mijn schoenen aan. Maar ik heb gisteren een earring aangeschaft. Of nou, eerder gekregen van mijn ouders. Maar top. Ik ben nu dit boek aan het lezen. Mirror Mouse, het Eels project. Ik heb het boek Boys Heaven natuurlijk gelezen. Ik ben in de voorpremière van de film geweest. En ik zag dus dat ze een soort van gelijkachtig verhaal hadden voor dit boek. Toen dacht ik, oh my god, die moet ik ook even lezen. Dus dat ga ik doen. En ik ga even lekker tv kijken. En een kopje koffie drinken, want ik ben alweer helemaal klaar. Dus dat is mooi. En ik ga zo meteen natuurlijk gewoon weer werken. Laatste dagje, dan heb ik 5 dagen vrij. Lekker. Ik wil wel veel dingen gaan plannen de komende 5 dagen. Gewoon dat kan. Maar ik ga even schoenen zoeken wat ik aantrekken, want dat weet ik nog niet. Goed! Drama in huis hier, jongens. Ik ben mijn camera aan het opruimen. In de bloedhitte, want daar heb ik eventjes door alle stress. Een kleine
maar toch ook zeer groot. Ik gooi dit allemaal daarheen. Ik heb daar nu echt geen zin in. Hoppakee. Deuren. Weet je wat, die heb ik ook al. Sorry voor al dat moeilijke en rare gedoe, maar... Oh jongens. Het gaat de afgelopen tijd niet echt lekker met mijn moeder, heb ik volgens mij een keer verteld. Drama hier, drama daar. Lang verhaal kort, de bloeddruk is de afgelopen dagen gigantisch hoog. Maar dan spreek ik echt over een bloeddruk van 200 bij 100 zoveel. Is natuurlijk niet goed, je bloeddruk moet max 120 bij 80 zijn, is een nette bloeddruk. Die van mijn moeder was daar ver over, vooral de onderdruk. Dat is best heel gevaarlijk. Naar de huisarts net geweest, nog snelle Jelle, want de huisarts was het maar aan het afschrijven. Vanaf komt volgende week maar. Nou ja, volgende week. Jongens, je zit hier met een levensbedreigende bloeddruk die mega hoog is. Kan je doodwezen. Huisarts tegenwoordig. Maar goed. In ieder geval is mijn moeder nu naar het Maastad. Die is afgevoerd met een ambulance. Vanuit de huisarts, want ze vonden het ook niet goed. Ze had een vervangende huisarts en die zei, nee, oh, dit is echt niet goed. Je gaat naar het ziekenhuis. Dit gaat allemaal onderzocht worden. Dit klopt niet. Dus mijn pa is net spullen komen halen. Ik heb brood voor hem gesmeerd. En die is onderweg naar mijn moeder. In het Maastad. En ik zit hier. Gelukkig wel. We hebben gisteren Chinees gegeten. Dat heb ik eigenlijk helemaal niet verteld. Opa en oma waren hier. Gisteren we hebben Chinees gegeten. Het is warm. Dus dat hebben we nog allemaal heel veel over. Dus ik ga gewoon even wat op een bord scheppen. Of in een schaal of zo. En het dan opwarmen. En dan maar lekker een bord Chinees eten. En ik wou aan tafel gaan eten. Maar ik denk, ja, ik zit nu toch alleen. Ik ben YouTube aan het kijken. Dus ik ga gewoon lekker op de bank eten. Dus ja jongens, ik heb net een beetje het huis opgeruimd en gedaan. En ik ga nu een vlog van Jill kijken. Ik denk zometeen nog even mijn maande vriendin bellen. Want die hou ik wel altijd op de hoogte. Vindt ze ook fijn als ik dat doe. En ja, mijn opa en oma bellen. Misschien even Ash bellen vanavond. Zo hebben we in één keer een avond hele andere plannen. Ik heb trouwens een nieuw jurkje aan. Hij is wel wat korter dan ik had verwacht. Maar en hier wat laag. Maar ik vind het, de patroon wel heel erg tof. Maar goed, mijn eten zit in de magnetron. Ik ben wel blij dat we nog Chinees over hebben tenminste. Dus lekker even wat eten.